De meeste Ajax-spelers waren de afgelopen anderhalve week uitgevlogen om interlands te spelen. Donderdag kwamen ze voor het eerst weer samen voor de zware uitwedstrijd tegen Twente. We hebben ook echt het gevoel van hey, de groep is nu compleet. Iedereen hebben we nu. Hè. Hoe je het went of keert, die laatste week voor Fortuna was toch rommelig. Hè, dat je op de ene laatste dag en op de laatste dag nog spelers binnenkrijgt. Dient ten gevolge dat je tegen Fortuna natuurlijk ook met spelers moet spelen die nog niet met elkaar gespeeld hadden. Dat was allemaal moeizaam. En die kwamen net binnen. Maar dat was nou eenmaal hoe het was. En daarin was de uitslag teleurstellend. Het spel ook teleurstellend. Maar ja, ik heb die jongens nu binnen zien komen. Ik heb ze ook wat langer. En ik vind het allemaal hoopgevend wat ik zie. Ja, kun je daar eens op ingaan? Kijk, een aantal spelers kende ik nog niet zo goed. Hè? Omdat ik natuurlijk ook gewoon volledig bezig ben geweest met die voorbereiding. En Sven kende die spelers al veel langer. Was met sommige spelers had hij al maanden contact om ze naar Ajax te halen. Dus hij had daar een veel beter beeld van. En ik kon ze op basis van een paar videobeelden en de training. Ja, nu zie je dat ze er zijn. En het feit dat ook 90% van die groep uitgevlogen was voor Interlands, dat geeft aan dat de kwaliteit is binnengehaald. Dus in dat opzicht ben ik blij dat de groep nu... Vandaag had ik ze eindelijk voor het eerst allemaal en dat stemt mij zeer vrolijk en tevreden. Na Fortuna ontstond er wel wat commotie in vele opzichten. Hoe is dat bij jou geland? Ja, nou goed, ik denk dat je dat ook allemaal in de juiste context moet zien. Ik merk heel erg dat bij heel veel mensen de context volledig weg wordt gelaten. In mijn optiek was het allemaal niet zo heel erg spannend. We hebben ook daarna gewoon, want het zijn allemaal wildwestverhalen. We hebben gewoon constant contact gehad, Sven en ik. Hij is op vakantie geweest, ik ben een paar dagen weg geweest. Afgelopen, wanneer was het? Donderdag. Hebben we elkaar weer voor het eerst gezien, hebben we koffie gedronken en hebben we de draad gewoon weer opgepakt. Dus dat is allemaal niet zo groot. En soms komen de werelden ook wel eens een beetje tegenover elkaar. Hè? Dan schuurt het wel eens een klein beetje. Nee, maar ook, ik ben heel erg voor de korte termijn. En Sven is ook echt wel met de lange termijn bezig voor Ajax. En nou, soms komt dat bij elkaar. En daar praat je met elkaar over. Je drinkt een bak koffie en we zijn allebei professionals. En we hebben allebei het beste voor met Ajax. De indruk werd dan gewekt dat je met bijvoorbeeld Sutterlo tevreden zou zijn, maar met de rest niet. Nee, dat is onzin. Het enige wat ik heb geprobeerd te zeggen is dat ik heel veel van die andere spelers nog niet goed genoeg kon. Ze zijn laat binnengekomen. Ik heb niet de tijd gehad om 10 wedstrijden van die spelers te bekijken. Dus je moet het met wat videobeelden doen. De eerste indruk is prima. Ja, dat gevoel is dus nu al een stuk beter. Ook bij jou. Je hebt met die jongens al gewerkt de laatste dagen. Waar is de focus op gelegd? Nou, focus is met name op de teambuilding gelegd. Hè. Je krijgt een hele nieuwe groep. 11 nationaliteiten krijg je erbij. Dus ook de voertaal is wat dat betreft meer overgegaan naar het Engels. Om het toch begrijpbaar voor iedereen te maken. Dus het is een combinatie van Nederlands en Engels is het op dit moment. Je bent heel erg bezig met videobeelden met de jongens, wat verwacht je van iedereen, hoe is de speelwijze van Ajax, wat hoort bij welke positie, de linies met elkaar. Het vergt heel veel tijd deze dagen om er een geheel van te maken, maar dat gaat wel lukken. Nou, in hoeverre voelt het juist om die reden dan nu nog steeds wel een beetje als voorbereiding? Nou, dat is de reden. Hè. Normaal gesproken in de voorbereiding krijg je je groep bij elkaar. En ga je aan automatisme werken, ga je processen werken, ga je aan het team werken, aan de teambuilding werken. Ja, het is natuurlijk logisch dat als je de spelers niet hebt, dat je dat nog niet hebt kunnen doen. Nu heb ik ze. Dus is het een soort van nieuw begin. Maar kijk, als je goede spelers bij elkaar zet, dan kan het ook heel snel succesvol zijn. En ik hoop dat dat in dit geval waarheid is. Ja, en het proces van slijpen, de patronen erin verwerken en zo. Hoe ver ben je daarin voor je gevoel met deze jongens? Ja, dat vergt natuurlijk tijd. We zijn nogmaals vandaag pas echt begonnen. Gisteren was nog niet iedereen er. Vandaag was echt begonnen met het inslijpen van. Natuurlijk, het is natuurlijk niet helemaal nieuw. Hè? Want het is niet zo dat zondag aan de start tegen Twente er ineens 11 nieuwe instaan. Dus het zijn er een aantal die je moet bijschaven. Dat doe je door middel van gesprekken, door beelden. En dat maakte dit wel hele drukke dagen. Ja. Ludo Goretz, daarna ook Fortuna, waren natuurlijk zeer teleurstellend. Qua resultaat, maar ook gewoon... Het spel, het creëren van kansen, et cetera, hoeven we niet omheen te draaien. Nee, zeker niet. Hoe nu, in alle rust, 2 weken later, kijk jij daarop terug? Nou, eigenlijk net zo reëel als jij. In beide wedstrijden gewoon te weinig gebracht. In beide wedstrijden het begin nog wel aardig, maar viel ver terug. En ik was over heel veel facetten niet tevreden. En dat kun je...
Wat gelukkig wel heel erg trainbaar is. Dus het hoge baltempo wat er niet was. De beweging, de intensiteit. Al dat soort termen die we bijvoorbeeld uit bij Ludogorets gezien hebben. Die we thuis tegen Shakhtar, ook al was het vriendschappelijk, gezien hebben. Die ik bij Vlaag in andere wedstrijden gezien. Dat zag ik in beide wedstrijden veel te weinig terug. Met als resultaat dat je gewoon en één keer verliest en één keer gelijk speelt. En ook niet recht had op meer. Laat dat ook duidelijk zijn. Dus het was heel duidelijk. Dat was onder de maat en dat moet beter. Ja, dus de oorzaken zijn bekend. Ja, in mijn optiek wel, ja. Nou weet ik dat je van uitdaging houdt. Twente uit, Marseille thuis, Feyenoord thuis. Zo. Hi. Ja, mooi. Zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. En natuurlijk, het is een hele zware week. Maar ik kijk echt van wedstrijd naar wedstrijd. Zondag is de belangrijkste in mijn optiek. Dat is Twente. En daarna wordt de belangrijkste Olympiek. En daarna wordt de belangrijkste Feyenoord. Zo moeten we er ook naar kijken. We moeten van wedstrijd naar wedstrijd leven. Je ziet het niet als één week, drie zware opponenten. Maar niet gewoon... Nou, misschien fysiek wel. Maar wij zullen echt gewoon elke wedstrijd... We gaan geen mensen sparen bijvoorbeeld. Dus we zijn niet in de positie om zondag mensen te sparen om ze fit te houden voor donderdag en zondag. Dat kan niet in de situatie waarin we verkeren. Dus we gaan elke wedstrijd met de sterkste elf gaan we starten en gaan we voor de overwinning. En ik hou van uitdagingen en in dat betreft wordt het een hele uitdagende week. Heb je je zoon nog laten struikelen deze week thuis? Nee, dat kan ook niet, want die woont in Twente en ik in Den Haag. Dus dat was lastig om dat van afstand te doen. Dus maar dat is hartstikke mooi om tegen je zoon te spelen zondag. Tot slot, Maries, nog nieuws over de selectie. Want volgens mij Bergwijn hartstikke fit. Berghuis. Bergwijn is fit. Berghuis is gelukkig van zijn schorsing af. Dus daar ben ik heel blij mee. Die hebben we heel erg gemist. Hè. Ook in de wedstrijd tegen Ludogorets was hij ziek. De wedstrijd tegen Fortuna was hij niet bij. Ja, hij is een van de pijlers van de groep. En ongelooflijk belangrijke speler. Niet alleen aan de bal, ook zonder bal, maar ook in de kleedkamer op het veld. Dus ja, ik ben super blij dat hij erbij is. En datzelfde geldt voor Steve. Voor de rest is de hele groep is fit. Dus we hebben geen blessures, geen schorsingen. Dus de keuze is reuze, zullen we maar zeggen. En een papa in de groep. En een papa in de groep, ja. Die fijn. Dus die loopt ook nog in de wolken. Dus die moeten we ook een beetje naar beneden halen. Dus iedereen is er klaar voor zondag.